Staat hij aan? Goedemorgen. De vorige keer zijn we direct in de onderhoud gedoken. Dus ik dacht, deze keer laten we even starten met een goede intro van de hangar. Hoe ziet de hangar eruit? Wat voor dingen doen we hier allemaal? En waarom doen we onderhoud? Om een beetje beter te begrijpen waarom en hoe vliegtuig onderhoud werkt. Let's go. Dit is ons kantoor. Het onderhoudskantoor, maintenancekantoor. Wat hebben we hier allemaal? Waarin naslag werken, technische info, documentatie van modificaties op onze vliegtuigen, geschiedenis van gedaan onderhoud en reparaties, onderhoudslogboeken voor de vliegtuigen, voor de propellers en voor de motoren. En aan de andere kant op de computer, programma voor werkvoorbereiding. Hier staan alle onderhoudsintervallen en inspecties voor al onze vliegtuigen. Kortom, complete onderhoudsprogramma. Onderdeleninventaris. Nog meer werkplaatshandboeken met gedetailleerde informatie en procedures per vliegtuigtype. Onderdelencatalogie, als dat een woord is. Waarin ieder onderdeeltje met onderdeelnummer staat. En nog heel veel meer. En met al die informatie bereiden we inspecties voor en een keurig rapport voor op de werkvloer. Ja, dus als we een inspectie beginnen, dan de werkvoorbereiding. Dat is vaak dezelfde man die het onderhoud doet. Die bereidt een heel pakket voor. Daar staat precies per item in wat we moeten doen. De monteur die het gaat doen, die kijkt hier. Hey, ik moet een service bulletin uitvoeren. Normaal gesproken doen we daar dan achter. De procedure zit hier. Nou, dat bestaat uit dat. En die moet, alles wat hij doet, wordt afgetekend. Netjes afgetekend. Deze inspectie is nog bezig. Dus op het moment dat de inspectie klaar is, dan wordt hier geschreven, inspectie afgerond. Op die datum, monteur heeft het gedaan en de hoofdmonteur heeft het gezien. En op het moment dat heel de inspectie klaar is en alles hier is afgetekend, op het moment dat we iets vinden, wat stuk is binnen de inspectie, bijvoorbeeld een lampstuk of iets dergelijks, dan wordt het hier met de hand ingeschreven, die datum, persoon die het inschrijft, wat er aan de hand is. En degene die het dan gaat repareren, die nou, je vult hier weer in wat hij gedaan heeft. Datum afgetekend. Dus alles klaar. Dus heel het pakket. Ieder lijntje is afgetekend. Is klaar. Heeft een handtekening erachter. Is gecontroleerd. Dan komt het in het logboek. En dat ziet er zo uit. Oké. Laten we gaan kijken naar de rest. Hier hebben we alle onderdelen en die zijn allemaal netjes gerangschikt en dat staat in de computer. Dus ik kan in de computer kijken welk bakje moet ik hebben. Het bakje MS246D, hartstikke D, staat daar. Daar zit het onderdeel in wat ik zoek. Het is allemaal netjes georganiseerd. Uiteraard moeten we ook controleren hoe we, als we een onderdeel uitnemen, moeten we natuurlijk in de computer zetten dat we dat onderdeel gebruikt hebben. Zodat we niet straks in één keer erachter komen dat we geen stijgt even vliegtuig op, dat we geen onderdelen meer hebben. Dus dat schrijven we op een store sign-out sheet. Formulier hier. Geen flauw idee hoe dit hok heet, maar we hebben hier allerlei dingen. Dit is allemaal voor piloten voor het vliegen. We hebben zuurstof voor medische vluchten. Headsets, koptelefoons voor passagiers. Extra logboeken op het moment dat er één vol is. Nou ja, en allerlei dingen die we mee moeten nemen als we een nacht wegblijven of vliegtuig ergens vast moeten binden. Moet ik laten staan. Iedere monteur heeft zijn eigen toolbox, zijn eigen gereedschapkist. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel extra speciale gereedschappen die we niet allemaal één van kunnen hebben. Dus dat staat hier. We hebben een aantal kasten. Elektrische dingen om te solderen. Verschillende tapen, verschillende boordjes. Allemaal extra benodigdheden. Hier hele speciale dingen om motoren in te stellen, om propellers te balanceren. Net als een auto dat de wielen moeten worden gebalanceerd, moet een vliegtuig regelmatig doen we een propellerbalans. Beter voor de motor, beter voor de comfort tegen trillingen. Nou ja, en nog allerlei grote dozen om instrumenten en motoren te testen en in te stellen. We hebben hier een schaduwboord, heet dat.
Nou, dus we hebben heel veel onderdelen op hangen. En op het moment dat iemand, of heel veel gereedschap, op het moment dat iemand gereedschap hiervan pakt, dan hebben we allemaal een munt. Marcel, Basilio en Marijn. Nou, hier, Marcel heeft hier dit onderdeeltje. En die heeft daar zijn munt opgehangen. Dus ik weet op het moment dat ik dat nodig heb, kan ik naar hem en kan ik het vinden. Algemeen gereedschap hier om te boren, heel veel veiligheidsdingen. Iets om je ogen te wassen. Op het moment dat je brandstof of olie of wat dan ook in je ogen krijgt, dan kun je die eruit trekken en je ogen mee schoonmaken. Hier op verschillende plaatsen hebben we die hangen. En ook een bordje voor opgehangen. Nou, word je al duizig. Allerlei andere gereedschap om aluminium reparaties te doen. En boordjes en allemaal dat soort dingen. Hier de Flammables Room, de alle vlambare producten. We hebben motorolie, smeermiddelen en allemaal dat soort dingen. Dat is allemaal in een aparte kamer. En nog een laatste kamer waar we alle accu's opladen en al het werk aan accu's doen. Vanwege brand- en explosiegevaar hebben we daar speciale afzuiging en dergelijke apart kamertje. Goedemorgen, het is ondertussen donderdag. Ik ben heel druk geweest met vliegen de afgelopen paar dagen. Ik heb even geen tijd gehad om verder te gaan met dit project. Maar, interessante dag vandaag. Want we gaan kijken of die droog is. Dus we hebben er nu een aantal dagen brandstof in zitten vanaf vrijdag eigenlijk al. Dus als het nog lekt, zou ik hier natte vingers moeten krijgen. En voilà, perfect droog. Dus dit is helemaal goed gelukt. Ondertussen is Basilio, die hier, is hier ook gekomen en die is bezig met de andere tank. Dat was een beetje de rondleiding van de hangar. Daar hebben we uiteraard nog een toilet en een lunchroom en nog wat andere dingen. Niet interessant om te zien. Dan blijft altijd natuurlijk nog de grote vraag, waarom doe je onderhoud? Waarom ben je monteur voor MAG? Nou, we zitten hier in Angola. Echt een enorm groot land met matige infrastructuur. Heel veel slechte wegen, grote afstanden, grote gebieden waar mensen niet kunnen komen. Slechte gezondheidszorg. Er zijn veel plekken waar we gewoon geen artsen zijn. Er zijn plaatsen waar 40.000, 50.000 mensen wonen met een oppervlakte waar je 20, 30 uur kan rijden. Geen enkele arts tegenkomt. Nou, er zijn enorme afstanden, er zijn nog heel veel wegen waar landmijnen liggen. In diezelfde gebieden, er zijn plekken waar mensen Jezus nog niet kennen. Waar de kerk nog niet heel erg veel aanwezig is. Waar nog heel veel evangelisatie waar ik gedaan kan worden. Nou, en een vliegtuig die helpt enorm veel om die afstanden te overbruggen. We brengen artsen naar afgelegen gebieden toe. Er zijn weinig artsen, dus die tijd van die artsen willen we effectief gebruiken. Die willen zo snel mogelijk van hier daar naartoe, zo min mogelijk tijd op de weg, zo veel mogelijk tijd in ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor dominee en evangelisten. Die kunnen 3 weken gaan reizen, maar dat haalt tijd van het werk wat ze kunnen doen af. We brengen mensen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis brengen we naar de mensen. We helpen teams die landmijnen opruimen. Op het moment dat er ongelukken gebeuren met teams, dan gelukkig gebeurt dat bijna nooit. Zijn wij degene die met ons vliegtuig die mensen op gaan halen. Nou ja, fantastisch mooi werk met vliegtuigen en die vliegtuigen die hebben onderhoud nodig. Dus vandaar dat dit onderhoud gebeurt. Mooie motivatie is dat we altijd proberen, ik vlieg zelf ook, maar altijd proberen om in ieder geval ieder jaar onze monteurs een keer mee te nemen op een trip. Onze vaste monteur Marcel die heeft daar pas een heel mooi filmpje over gemaakt. Dat zal ik hier ergens linken. Dat je daar nog even aan kan kijken wat er voor de rest voor werk met deze vliegtuigen gebeurt. Het vliegtuigonderhoud zelf is natuurlijk fantastisch en heel interessant en leuk. Maar te zien waarom je vliegtuigonderhoud doet en wat er nu precies gebeurt met die vliegtuigen. Dat is zeker wel iets wat onze monteurs heel erg bezighoudt of blijft helpt om te blijven gaan. Nou, dat was het voor vandaag. Volgende keer gaan we een inspectie doen op een van deze vliegtuigen. En dan kun je van begin tot eind zien hoe zo'n inspectie in elkaar zit. Hoe dat te werk gaat, als we iets vinden, hoe gaan we daarmee om. En stay tuned. Blijf ons in de gaten houden en gaan we alle dingen laten zien. Wil je meer dingen zien? Laat het even weten in de comments. Ciao!